Goedemorgen lieve mensen, welkom. En leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Hallo meneer. Oké, dat kan ik beter even niet doen. Zoals je ziet zit ik ergens anders. Wij zitten namelijk in Zanzibar. En we zijn gisteren aangekomen, ik heb het hele gebeuren van daar naartoe gaan en dingen niet gefilmd. Een soort van half gelukkig, maar er is gisteren best wel iets heftigs gebeurd. Ik ben verbrand. Er is in het vliegtuig hete koffie over me heen gegooid. Niet gegooid. De steward wilde het aangeven en die flipte het over. En dat houdt in dat ik nu met een arm vol met tweedegraads brandwond zit. Er zit ook een plek op mijn buik, zeg maar echt precies hier onder mijn borst. Maar die is niet heel erg. Maar in eerste instantie leek het mee te vallen. Ik doe nu een foto inserten. Hoe het er gisteren uitzag. Als je er niet tegen kan, moet je even wegkijken. Maar dit was dus uiteindelijk de staat waarop we dachten, dit moet geregeld worden. Hier moet de dokter voor komen. Ik zal weer weghalen. Dokter geweest en die schrok eigenlijk van de status. Omdat er zoveel grote blaren op zaten, heeft hij besloten ze leeg te halen. En dat is niet heel fijn, want er wordt dan op de wond gedrukt. Maar ik heb antibiotica gekregen. En nou ja, je ziet dus nu dat er crème op zit. En dat maakt het gelukkig wel wat beter. Het is alleen even de vraag hoe lang het zo blijft. We gaan het wel zien. Ik baal er enorm van. Want het is dan niet heel leuk je vakantie ingaan. Maar goed, never mind. We zitten dus op Zanzibar. Het is heerlijk aan het regenen nu. Het is hier namelijk ook het regenseizoen. Dus dat wisten we. Maar het zijn allemaal kleine buitjes. Dus we gaan zo lekker hapje eten. En dan hopen dat het gestopt is met regenen. Vandaag hebben we een chill dag. En ik ga hier ook gewoon lekker een weekvlog van maken. Zodat ik niet de hele dag hoef te vullen. Dus dat is eigenlijk de bedoeling. Goedemorgen, het is vandaag 12 april en dat houdt in dat ik jarig ben. Woep woep. Het is mijn 28e verjaardag. Ik voel me gelijk heel oud en totaal niet jarig. Nee, goed, ik ben net wakker. Ik krijg allemaal lieve appjes en ik voel me een stuk beter. Mijn arm gaat de goede kant op. Er is gisteren dus nog De dokter is gisteren nog geweest en hij vindt het er netjes uitzien, voor zover een tweedegraads brandwond er netjes uit kan zien. Ik zal hem even een beetje van dichterbij laten zien. Als hij zich niet focust op mijn benen. Nou, dit is hem dus. Het is maar een klein plekje. Ik kreeg heel veel vragen of we daar nog wat mee gaan doen. Daar zijn we mee bezig, want de manier waarop ik behandeld ben is gewoon niet netjes en niet zoals het hoort. Dus dat hebben we aangegeven. I will keep you posted. Ik ben dus jarig en Sven heeft een t-shirt voor me gemaakt. Met No Birthday Without Unicorns. En dat past natuurlijk heel mooi, maar dat ga ik niet de hele dag dragen. Dat doen we nog niet. We hebben vandaag een auto gehuurd, dus ik hoop dat die op tijd komt. Maar ze zijn hier niet heel erg strikt met we zijn om 1 uur. Dus hij is er ook om 1 uur. Dus we gaan zo gewoon lekker chillen. Het is mooi weer. Ik zie gewoon blauwe lucht. Het zonnetje schijnt. Dus de perfecte dag om een verjaardag te vieren. Dat gaan we vandaag doen. Ik zit inmiddels weer bij het eten. En ik heb een bordje gevuld met wat groenten en wat brood. En ze hebben hier pasta. Dus dat ga ik zo ook nog even halen. En we zitten eigenlijk te wachten op de auto. Maar die is er nog niet. Dus hopen dat het er zo is. Ik zit Sven ondertussen aan te kijken. Die zit frietjes in zijn mond stoppen. Is het lekker? Ja. Oké, mooi. Doei. Ik hou hem even zo, want er wordt op dit moment getankt. Maar het is agnebbisch, oud, armoedig, dat ik het lichtelijk ongemakkelijk vind. Ik ga zo even wat beelden maken, maar ik wil niet die meneer op, die nu aan het tanken is, op beeld zetten. En ik wil hem ook niet uitdagen tussen haakjes. Het is wel dat ik als blonde vrouw heel erg word aangekeken. En dan heb ik wel gewoon iets aan dat, zeg maar, deze moet ik iets meer omhoog trekken. Maar wat dicht is. En ik heb gewoon een broek aan. Want ik wil dus niet iemand beledigen of weet ik veel wat. Maar het is wel even wennen hoor. We zitten in een jeepje trouwens. Ik zal zo wat beelden maken. Maar oké.
Zo, dat is beter. Daar achter me zie je The Rock. Dat is dus het restaurant waar we gaan eten. Nou, zoals je ziet is het water nu nog oké-ish. Dus je zou er niet naartoe kunnen lopen. Maar het water komt natuurlijk steeds verder het strand op. En dan kan dat dus niet meer. Dus dan word je met een bootje heen en weer gebracht. En ik heb Sven, daar loopt, net de opdracht gegeven om een schelpje voor me te zoeken. Je schijnt de ene schap wel mee te mogen nemen en de andere schap niet mee te mogen nemen voordat ik daar opmerkingen over krijg. Dus dat gaan we nog uitzoeken. Dus ja, dat. En het is nu echt super lekker weer. Het is helemaal blauw. En het is echt de perfecte temperatuur, want ik was hier wel een soort van bang voor. Waarom? Maar dat. We zijn net overigens niet meer in Stone Town uit de auto gekomen. Mede ook omdat het een beetje lastig is. Want mensen kijken mij echt wel een soort van aan. Want ja, ik ben blank en heb blond haar. Of zo. Dus we gaan nog even navragen waar we dan het beste er wel uit kunnen en of het oké is en zo. En anders gaan we morgen nog andere leuke dingen doen. Maar we gaan zo eerst de Rock op. We zitten inmiddels en ik heb dus een cocktailtje. Ik ben ondertussen via Lightroom een foto aan het bewerken die Sven heeft gemaakt. Het is een beetje gek hoor. Sven is net even naar het toilet en we hebben nu al wat eten. Dus ik heb squid, hoe noem je dat? Octopus in tandoori, met rijst en groenten. En Sven heeft iets wat ik niet weet. Iets van volgens mij een steak op een stok met mashed potatoes, zoiets. En dat is het uitzicht. Doet hij het? Nee hè, dat wil je niet hè. Ach, ik ga het uitzicht van nog wel even laten zien, maar eerst eten. Lieve mensen, het is vandaag zaterdag 13 april. En we hebben net even wat gegeten. We gaan zo op weg, want we hebben vandaag nog de auto. Ik werd niet heel happy wakker. Het ging echt gisteren super goed met de wond. Het trok wel. Ja, dat is niet zo gek, want het gaat natuurlijk drogen. Maar vanochtend lag ik gewoon, zoals nu, in bed. Behalve dan met t-shirts en zo. Als je hier overigens niet tegen kan, moet je even doorspoelen. Want er komen wel hele leuke beelden verder aan. Maar ik weet niet of iedereen hier zo goed tegen kan. Ik rekte me uit of iets dergelijks. Of ik ging met mijn hand langs het kussen. Ik weet het niet zo goed. Maar er zat natuurlijk een hele grote blaar op mijn arm. En die plek is vanochtend opengesprongen. En dat doet echt zeer. Het zit, ik weet niet of je het kan zien. Ja, daar. Die dus. Voor de rest is het echt super lelijk. Iedereen kijkt ernaar. Dus ik had vanochtend even een soort van meltdown. Ik was er even helemaal klaar mee. En nu nog steeds eigenlijk. Want ik kan mijn arm dus niet verder dan... Ja, nu ziet het eruit alsof ik hem super erg strek. Maar... Dit strekken. Want er staat gewoon een druk op. Het is gewoon aan het helen. En dat is goed. Maar ja, een korst is natuurlijk niet zo flexibel als dat je eigen huid is. Dus dat is wel shit. Dus ik baal een beetje. Een beetje heel veel. Maar goed. Maakt niet uit. We gaan er gewoon een leuke dag van maken. Het was alleen een beetje een kut begin. Dus. Dat. En we gaan vandaag leuke dingen doen. Goed verhaal dit weer. Ik ga dat helemaal niet vertellen. Ik ga het dadelijk wel even vertellen als we in de auto zitten of iets dergelijks. Heb ik me wel een beetje te heftig gedaan? Of is het gewoon de rest van mijn hoofd een beetje... Ja, het is vooral de rest van mijn hoofd. Oké, nou, dag. Crossing to try to feed for something, maybe for the... Something like milk. Uh-huh. Yeah. Because they don't have a mama, so otherwise it's gonna dead. Yeah. Yes. Yeah, monkey is already used to people. Yes. Yeah, because now no one has children. Oh, jongens, dit is een weesje. Zijn moeder is aangereden en deze meneer ernaast staat, die zorgt er nu voor. Ach, gosh, hij is zo klein. Want zo zijn ze dus. Ietsjes groter.
Ik weet ook niet waar ik moet kijken. Oh, oké. Okay. We mogen doorlopen. Oh, gosh. Zo klein. Kijk uit, Sven, schrikkeldraad. Kijk nou. Ah, het is een bedreigde soort nu, hè? Dus daarom zorgen ze er dus ook extra goed voor. Ze hebben ook nu een soort van compromis met de farmers, hoe noem je dat? De boerderij, zeg maar, gesloten. Want die houden er niet van, want ze eten namelijk al het voer op. Oeh, daar vliegt er eentje voorbij. Ja. Oh, gosh, echt van groot en klein. Oké, lopen. We lopen echt een hele leuke gids. Dit is, I can think something like 60. Oké. Okay. Yeah. Hallo, So that's the size. They're not gonna get any bigger, right? No, no, that's only this size. Okay. Because some of them don't have tail. Yeah, some of them for fighting, and others when they born, they born in nature. Okay. Yeah. Okay, er loopt er net echt een zwaar voorbij me. Maar je mag ze niet aanraken, wat logisch is natuurlijk. Maar deze zit denk ik op een 2 meter afstand, gewoon te chillen. Oké, doei. Oké. Sorry jongens, ga maar. Let op. Ja. Dit is zo cool. Kijk. Oh, kijk nou. Gosh. Die is echt heel klein. Hij durft eigenlijk niet zo goed voorbij te gaan. That family. Really? So that's this monkey when they saw the woman, yes, she's gonna feel, oh, that's his mama. Oh. Oh. Hey. You have a child. Okay. Yes. Can I move? Dat heb ik helemaal niet meer verteld, maar we zijn dus net Jozani Forest in geweest. En daar hebben we hoe heet dat aapje, Sven? Klein. Nee, ik weet het niet meer. Ik zet het eventjes onderin. Die hebben we gezien. Ze zijn daar helemaal door het, wow, door het woud heen gelopen. En nu lopen we dus door de mangrove trees. Over een soort van bruggetje. En dit is wat je ziet. Het is best wel kicken. Een eetje gevonden, ze heeft popcorn, maar jij bent helemaal maar, echt heel lekker. Een beetje, nou, gewoon zout. Oh ja, het is echt heel lekker. Beter dan de thee. Maar echt best een agnibbes dingetje. Ja, echt, ik had het even moeten filmen, maar ik durfde niet zo goed. En hij heeft dus koekjes meegenomen, want er is gewoon verder niks. Ja, er zijn allemaal van die fruitkraampjes. Ik weet niet, ik durf het gewoon niet zo goed te halen eigenlijk. Ja, maar ze hebben gewoon niks of niks. Nee, dat is het gewoon. Als ze iets hebben, hebben ze iets. Maar niet meer dan iets. Nee. Dus ja, nou ja goed. We hebben in ieder geval eventjes wat gevonden om in ieder geval wat binnen te krijgen. Want ik moet zo ook weer mijn antibiotica innemen. Dus ik moet echt wat eten. Echt lekker. We zijn er niet van het poppen. Maar ondertussen gaan we richting het noorden naar Noongi. En daar eventjes kijken. Het strand schijnt daar super mooi te zijn. Als het goed is hebben ze ook schildpadden. Dus dan ga ik een kijkje nemen. Jammer. Aan doen. Ik ben een eentje aan het voeren. Dat zie je toch? Eentjes. Ze hebben hier, hoe heet het? Ja, het is een walvis. Ik weet niet. Humpback whale noemen ze het hier. Er ligt hier dus een skelet van. This one is from 2006. Ja. Deze is hier gestrand.
En ze hebben dus alles liggen. Dus we hebben net ook een rib vastgehouden. Bizar hoe zwaar zo'n rib weegt. En het is best wel bizar. Wil je er eens bij gaan staan? Dan kan ik laten zien hoe groot het is. Je hebt nu geen idee. Ja, genoeg? Ja. Sven voelt zich een beetje ongemakkelijk. Maar het is echt, echt bizar groot. En daarnaast zijn er dus, er is een... How did you call it? Not an earthquake, but a... Seaquake. Dus eigenlijk een soort van zeebeving. Ja, gewoon een zeebeving. En er zijn allerlei, allemaal dolfijnen zijn dus gestrand. Waarvan ze dus hier skeletten hebben behouden. En die zijn dus hier gestrand. Je ziet het op de plaatjes, zie je het ook. Omdat ze dus helemaal gedesoriënteerd waren. En ja, dan gebeurt dit. Dus het is wel interessant om te zien, maar ook wel super, super sad. De landschildpadden, die worden hier dus ook opgevangen. Het is echt een heel kleintje, echt super schattig. It's so cute. This one? Yes, but not this. This one not. Oh, he has such little legs. Yeah. Don't turn. Shit. What? It's shake leg. He's afraid for you. Yeah, sorry. We rijden dus nu van Noongwi terug naar het hotel. Wat is het? 45 minuutjes rijden? Ja, zoiets. Maar je komt hier geregeld controleposten tegen. Die houden je aan of die houden je niet aan. Die controleren je driverlicense. En als er niks aan de hand is, kan je dan gewoon doorrijden. Of ze stoppen je omdat je te hard reed. Sven. Maar hij had gewoon echt een lasergun. Van heel het land hebben ze niks, en, maar ze hebben wel zo'n lasergun. Ja, we kwamen hier dus een lasergun tegen. Met foto en al, hè? Ja, ja, ja. Dus we werden stilgezet, want er was hier dus een school. Wisten wij niet, want we spreken de taal niet. Maar er staat dus kennelijk een bord bij dat je daar 40 moet rijden. We reden 55. Dus we worden staande gehouden. En dat gaat... Op deze manier. Meneer, u weet, er staat daar een bord en we begrijpen dat u dat niet weet, om te zien dat u op vakantie bent. Dus ja, we willen uw vakantie niet verzieken, maar ja, hier is het boek met de wetten. Lees maar wat de boete is. Nou, de boete is $57. $75. Nee, 57. 75. Oh, 75. 75. Oh, er loopt even een geit voorbij, want ja, dat gebeurt. Maar goed. Dus ja, maar dan moet dat naar het politiebureau. Dus wilt u op maandag naar het politiebureau komen? Nou, of regelen we dit anders? Hij vroeg eigenlijk of we zin hadden. Hij nodigde ons uit voor maandag op de koffie in het gerechtsgebouw. Ja, dat was het. Of wil je dit anders regelen, zei hij. Dus wij, ja, we willen gewoon nu weg. We begrijpen het. En ja, 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 zeg het maar. Zeg het maar. Het kwam er dus eigenlijk op neer dat deze lieve meneer... wilde dat je gewoon een paar dollars in het wetboek stopt en het weer aan hem teruggeeft. Oké, zeg dat dan. Dus na een paar ongemakkelijke stiltes en lief lachen naar deze meneer, moesten we wat dollars in het wetboek doen. Ja, we mochten zelf wat roepen. We mochten zelf wat roepen en toen zijn we doorgegaan. $10. Dus, $10. $10 voor 50 kilometer puur te hard. Ja. Niet slecht. Nee, best te doen. Dat gaven we ook. Het was wel gezellig. Ja, het was want hartstikke gezellig. Die gids van vanochtend gaf ook $10 voor je. Dat is waar. Dus eigenlijk hebben we nu gewoon voor je gegeven. We hebben eigenlijk gewoon een guidance gehad. Een stukje. Maar echt, dat toestel van hem was echt gewoon fucking modern. Ja, dus dat gewoon echt... Ja, ik ga dat niet filmen, want ik denk... Nee. Ja, ik denk als je zegt van voor $2 mag ik dan een foto van het apparaat maken, dat is juist goed. Ja, dat is wel waar. Maar wat? Weet je? Heel bijzonder. Het eiland blijft me verbazen. Morgen, het is vandaag zaterdag, wat? Nee, zondag 14 april. En wij zitten alweer in de auto. Wij gaan namelijk richting Stone Town. Dat hebben we al een keer eerder geprobeerd. Maar om heel eerlijk te zijn durfde toen eigenlijk de auto niet uit. Voornamelijk ik word heel erg aangekeken. En ook niet op mijn meest vriendelijke. Zo van, oh zij is knap. Of oh wat ziet ze er leuk uit. Nee, kom je doen. Dus we hebben nu als het goed is een plek gevonden waar we wel kunnen parkeren. En waar er zeg maar wat meer toeristen zijn. Daar gaan we heen. Current update van de wond. Ja, ik kan dat nooit zo laten zien. Maar ja, ja wacht. Ik ken dat ook gewoon niet zo, hè. Nou, dit is... Het is wat rustiger. Het is wat minder grijzig. Dus we gaan de goede kant op. Maar het blijft er nog steeds uitzien alsof ik een of andere vieze ziekte heb.
Wat misschien een pluspunt is, want dan blijven mensen bij me uit de buurt of zo. Ik weet het niet. Maar ja, het doet goed zeer eigenlijk. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik er best wel last van heb. Voornamelijk als ik zo zit. Als ik hem omhoog hou, doet het minder zeer. Dus ja, ik hou constant mijn hand omhoog. Ik hou niet mijn hand op, maar ik hou hem omhoog. Hartstikke leuk. Wij gaan naar Stone Town. Nou, die Darayani, hè? Darayani Market, dat was echt veel kleiner dan we dachten. Wel hectisch, maar ja, wel oké. Dus we zijn nog een beetje door Stone Town heen gelopen. En we zitten nu bij het water. Met een kokosnoot. Moet je daar eens zien achter trouwens? Een blikje in de water. Waar, dat moment dat jij zei, hey, ik wil niet zoveel in je vlog. Zullen we daar weer naartoe terug gaan? Ja. Dat is fijn. Maar ja, lekkere kokosnoot. Sven die zit aan de Red Bull. Het enige blikje wat ze hadden staan van Red Bull. Op heel het eiland. Op heel het eiland, ja zeker. En we zitten nu al te fantaseren over het moment dat we dadelijk bij het zwembad liggen. Want het is zo warm vandaag. Dus maar eerst eens even opdrinken. En ja, daarna weer terug naar de auto. En eer dat we er zijn. En nu. Sven staat achter ons een beetje rust zitten. We pay for the government. She packed it because she tell us. Don't be stupid here. Who is guy tell you this? The guy with everyone pass here with the blue shirt. You have to be. Goedemorgen, het is vandaag, ik weet het niet, dinsdag 16 april. En wij zijn net een keer gaan rijden. We zijn uitgekomen bij Michiwani Beach, zoiets. Het ziet er echt super tof uit. Achter me zie je van die, letterlijk van die bedden waar je dus in kan gaan chillen, slapen. Echt heerlijk. Super rustig. We liggen, nou, ik denk max 5 mensen nu. En het ziet er echt fantastisch uit. En ik heb een kokosnoot besteld. Dus ik ben helemaal happy. Maar, oh, en ik heb trouwens een geen make-up dagje. Want je zweet je hier toch helemaal kapot. Dus, maar ik zal eventjes een sfeerbeeldje laten zien van hoe het hier uitziet. Het is echt, dit is wel een beetje Bounty Beach hoor. Oh, dit is even lekker. Niet dat de andere stranden verkeerd zijn, absoluut niet. Maar dit is wel echt, echt een vakantiegevoel. Gewoon, dat is, het, daar, zo, kom er niet uit. Daar kwamen we ook voor, althans dat hadden we gezien. Het zand is hier zo zacht, dat je zelfs moeite zou moeten hebben met het weer uit je handdoek te krijgen. En dat is ook echt, ja, echt het verhaal. Het is gewoon super zacht. Ja, ik wil het je laten voelen, maar dat kan natuurlijk niet. Maar Sven die staat achter me, die is bezig met de drone. Dus we gaan hier even een mooi shot maken. Die kan ik dan dadelijk ook gebruiken, dus die krijgen jullie ook zo te zien. En we willen toch wel eventjes het water in. Ik moet natuurlijk uitkijken met dat met Stuart. Als je niet weet waarom ik hem Stuart noem, dan zit je niet op mijn Instagram. Dus dan moet je me daar even gaan volgen. Maar dat, ja, dat is ook een van de redenen waarom ik gisteren niet gevlogd heb. Gisteren ging niet zo lekker. Maar goed, het enige nadeel hier is dat ze dus constant op het strand lopen om je excursies of iets dergelijks aan te bieden. En ondanks dat ik dus nu gewoon tegen een camera aan het praten ben en hem zeg maar keihard aan het negeren ben, blijft hij het proberen. Dus poging 15 om hem gewoon te negeren en jullie gewoon lekker te laten genieten van het uitzicht. Maar hij blijft gewoon lekker doorpraten, het is echt prachtig. Ah, hij probeert het nu bij Sven. Oh, en er komt nu een kapje erbij. Goed. Oké, we gaan even kijken of Sven hem ook kan negeren. Oh, trouwens een kleine update. Niet schrikken, ik ga Stuart laten zien. Maar dit is hem vandaag. Hij reageert echt mega zoals je hier ziet. Je ziet hem dus ook gewoon echt lekker. Hij reageert gewoon mega erg op de warmte en de broeierigheid hier. En gisteren was het beter. Gisteren was het een stuk rustiger qua druk, qua broeierigheid. Dan is hij ook een stuk kalmer. Maar ja, het blijft wel een dingetje zeg maar hoor. Ik vind hem ook niet bepaald mooi. Het begint me echt wel te irriteren dat er gewoon zo'n grote plek op mijn arm nu zit. En ik hoop wel dat dat ooit weer weggaat.
heel klunzig uit. Tweede keer staande gehouden, dat gebeurt hier dus wel vaker. Maar voor de tweede keer hebben we iets verkeerd gedaan. Nou, wat houdt het in? We staan dus bij een controlepost. En hij houdt ons staande. Dus we gaan naar de kant. En hij gaat ons een fine, een boete op willen leggen. Omdat we aan de kant gaan, maar we onze richtingaanwijzer niet gebruikt hebben. Dus je stopt ons. En daarna vind je een reden om ons een boete te gaan geven. Dus of we morgen weer naar de court wilden komen. Om 57 is het dus inderdaad. Geen 75. Nee, hij zei $35. Nee, 75. Nee, hij zei 35. 75. Oké. Doei. Om naar de court te gaan. Dus die hield echt super goed. Was prima, gaan we naar de court. En dan merk je al, ja, maar je bent je rijbewijs een dag kwijt. En dan red je het niet meer. Bla 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 bla. Bullshit. Puntje bepaaldje hebben we hem 6000 shilling gegeven. Om gewoon zijn mond te houden en door te kunnen rijden. Dat kost ons €2,80. €2,80. Dus dit hele gesprek heeft ons €2,80 gekost. En ons eten. Want nu redden we het niet meer. Oh ja, en ons eten. Maar dus een tipje als je hier op Zanzibar wil gaan rijden. Zorg dat je een paar shilling bij je hebt. En ik heb nog de beste tip. Oh. Nou, dat was een goede tip. Zijn vraag was hoeveel geld we bij ons hadden. Ja. Want dan konden we ook gewoon betalen wat we bij ons hadden. Maar ik had, gelukkig had ik nog shillings in mijn zak zitten. Voor als je een winkeltje inloopt met allemaal van die Afrikanen om je heen. Dan is het fijn als je gewoon een beetje los geld pakt en gewoon daarmee betaalt. Dus ik pak uit mijn zwembroek. Valt toevallig een brief van 5 en van 1. Maar er zat nog meer in. Maar ik denk, ja, weet je, dan geef ik dat maar. Dan zeg ik van, dit is alles wat we hebben. Dus ja, zorg gewoon dat je gewoon omkoopbiljetjes bij je hebt. Kennelijk, ja. Vorige keer betaalden we omgerekend iets van $8. Ja. Nu $3 of $4. Maar zorg gewoon dat je... $10 hebben we vorige keer betaald. Of $10. Ja, ja, zorg, maar toen kon niet aantonen. Toen was het gewoon reden we te snel. Punt. Maar zorg gewoon dat je 5000 shilling in je zak hebt. Gewoon als losse briefjes. En zeg dat dat alles is. Ja. En dan kost het je €3. Ah, je moet het denk ik maar gewoon zien als een soort van tol als je hier rijdt, toch? Het gebeurt gewoon. Je bent blank, dus je wordt staande gehouden. Dat is het hele probleem. Althans, het probleem, ja. Ze zien gewoon toeristen en daar maken ze gebruik van. Ja. Eikel. Ja. Maar we kunnen er wel optimaal van genieten, want het is en lekker weer. Ja. En? Ja, nee, het is gewoon lekker weer. Oh ja, en we hebben nog een kamer. Oh ja. Dat is op zich ook wel een pluspunt, want Nekkerman die vindt het nodig om je een dag eerder dan dat je vertrekt je kamer uit te schoppen. Dat is toch lief? Dat is niet slim. Dat is niet slim, maar we hebben het gefixt. Dus dat. Ja. En wat vind jij ervan? Van? Wat? Ja. Water. Nee, van België. Op zich vind ik België een prima land. Ze hebben alleen een beetje een raar accent. Zanzibar vind ik ook een prima land. Ze hebben ook alleen een beetje een raar accent. Swahili. Jumbo. We hebben wel een aantal woordjes, ja. Jumbo Bwana. Ze hebben hier een liedje en dat hoor je overal, dat is Jumbo Bwana. 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 En we hebben Asante Sana geleerd. En Karibu. Wat hebben we nog meer geleerd? Politie omkopen. Politie omkopen. Ja, dat. Dat is het wel zo'n beetje, hè. Dus dat. Wij gaan even een kopje bestellen en genieten van onze laatste dag. Ik hoop dat je het leuk vond. En vergeet niet te abonneren. Vergeet niet te abonneren en ciao. Nee, ze moeten ook liken. Oh, en je moet ook liken. Hier. Of daar. Doei. Karambu. Karibu. Karibu.